square. Wij zijn Ballar, ik ben Melin. Ik ben Hint, ik ben 18 jaar. Ik ben 19 jaar. Dat is onze eerste vlog. Ik hoop dat jullie het heel leuk gaan vinden, want we gaan een stukje van ons leven laten zien hier in Brussel. En vandaag zijn we dus in Brussel. En we nemen jullie dus mee. En we staan hier met een rotte groep. Ja, heel leuk. Maar die gaan we gewoon skippen, dus dat is toch best wel leuk. We gaan jullie nu meenemen. Wat gaan we nu doen? We gaan eerst naar het muziekmuseum. En daar gaan we een paar foto's trekken. Komt sowieso op Instagram te staan. Oh ja, nog iets. Het is onze eerste vlog. Ik hoop dat jullie het heel leuk gaan vinden. Dus we doen ons best. Dus verwacht niet heel te laat los. Goed. Ook concentreren om naar de les te kijken. Okay. Dus dit is van de Zara. Deze moet ook outfit. Deze is ook van de Zara. Dit is van Nike. Dat is mijn outfit van vandaag. En je hoed? Van de Zara, ja. Oké. Okay. Mijn hoed is van Another Stories, mijn jas ook, het jurkje ook, mijn schoenen van de Nike en mijn sokken van Monkey. Klaar om het museum te bezoeken. Nu gaan we samen lekker iets gaan eten in Avenue Louise. Maar we moeten nu even zoeken waar het is, want ik heb geen idee. We lopen hier gewoon net op straat en zo, maar we komen er wel. We komen er inderdaad. Oké. Moeten we het overnemen? Ja. Oké. Het verkeer hier is gewoon zo verschrikkelijk. En niemand is heel behulpzaam. Ik snap het niet. Toen was het nu voor opgestoken. Eén is rond. Zo wat. Niks te chique, ik kan het zeggen. Oké, laten we nou. Lekker iets gaan eten, want ik heb echt zo'n. Ik heb ook zo'n geuze honger. Oké, we hebben eindelijk een restaurant gevonden, dus we zijn heel blij. Wie heeft er allemaal honger? Hier lekker met bankcontact betalen, dus geen struggles. Weet je wat je gaat eten? Wat ga je eten? Ja. Kip. Kip. En jij? Ja, ik weet het nog niet. Ik ga het kijken, het is best wel moeilijk. Ik weet eigenlijk ook niet, want ik sta hier al mooi. Eigenlijk zie ik hier helemaal niks interessants, maar we hebben zo lang te zoeken dat ik gewoon niet weg wil. Creme d'ail. Dat is dingen. Chocolate? Nee. Creme van Louis. Oké. Eindelijk eten. Eya. Ja. Is you happy? My belly is happy. Happy, baby. Is you happy? Me is happy. Ik ben ook happy. Nee, over. Selma, ben jij blij? Ben jij blij? Ben jij blij? Ja. Ik ben ook heel blij. Wat heb ik genomen? Ik heb... Ik heb frietjes en zo genomen. En worstjes. Wat heb jij? Ik heb pizza, kip, frietjes en een salade. Met een ijsje erbij. Nou, smakelijk iedereen. Smakelijk. Smakelijk. ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والربطة تغيب هي يا لي بويا واش كل اللي بلا ويلي ويلي وعوزك هل اف ايتا ما او ما ايتا اوكي مش كيف دي اصلا دوش باكن هاي باب Eindelijk, nu kan ik eindelijk gaan eten, maar we hebben nog maar een half uurtje. Hoeveel minuten hebben we nog? Half uur. Half uurtje. Ga ik echt niet kunnen opeten, maar een half uurtje. Zo, wij hebben net al een kip is goed.
فرقوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والرفض غبيا. Oké, we zijn klaar. We hebben net gegeten. En nu worden wij verwacht aan... Justitiepaleis. Ja, Justitiepaleis. Dus daar lopen wij even naartoe. Ik hoop dat het iets wordt. Ja, dan hoop ik dat het een beetje gezellig wordt. Press play. Baby, should we go take over? Them go talk about no yawa. Ooh, I made a guy them come closer. Made a man them go gaga. Baby, soon we go take over. Ik neem jullie mee naar een speciale plaats in Brussel. Waar je eigenlijk heel Brussel kan zien. Ja, deel ervan. Maar je bent eigenlijk zo'n beetje op de top van het allemaal. We zijn weer terug in Gent en we konden de terugkeer niet filmen omdat er waren een paar probleempjes in de bus en zo. En nu zijn we in Gent en lopen we door de stad en zijn we op weg naar de studie. I want to love you baby. I love you baby. So I want to love you baby. So make you dance for me. I want to love you baby. I love you baby, so I want to love you baby. So make you dance for me. I want to kiss and hold you baby. I hold you baby, so I want to kiss and hold you baby. Ja, Hazza komt. Dus dat is ook voor de eerste keer als we haar dan weer terugzien. Ja, eigenlijk ook zien. Deze video dan. Kom dan hier. Kom. Dus dan komt het eigenlijk beter uit als ik gewoon film. Maar doet ook bijna mijn af. We hebben ook van jasjes gewisseld. Ja, we hebben ondertussen ook van jasjes gewisseld. Dus draag ik deze nu van mij omdat ik het iets mooier vond passen bij mijn schoenen. Dus oké. En nu Hazza was direct nu in de Zara. En dus ik weet nu niet waar het is, maar ze zei dat ze naar ons toe zou komen. We hadden sowieso samen afgesproken. Van de beurt dan, Mattie, van de beurt. Grootste zwerver ooit. Ik wist grootste zwerver, ik denk zeg, ik ben thuis. Kijk, luister, het is allemaal van jou. Oh, joh, zelf. Ja, zijn maar hype. Ja, nee. Ik heb schuit, 26 plekken. Maak je foto? Oké. Welkom, als op mijn steek. Altijd leuk. Vrijdagavond, dus we waren niet echt samen iets eten. Ja, dus we waren niet van plan om meteen naar huis te gaan of zo. De clip is toch goed. Oké, of ik. Ik kan het echt niet uitmaken. Ja, ik vind mezelf ook raar op camera. Volgens mij is het even wennen. Ik zie wel mensen even raar kijken van waar zijn die meisjes nou toch mee bezig. Maar dat vind ik leuk. Dat vind ik wel allemaal leuk. Wat vind je leuk? Ik vind zo, dat mensen zo kijken, dat ik met zo'n camera rondloop. Ja. Ik schaam me wel een beetje. Want, ja, ik niet. Ik vind het cool. So make you wine for me. I want to kiss and hold you baby. I hold you baby. So I want to kiss and hold you baby. So make you wine for me. Hey, dance for me. Mommy, dance for me. Mommy, dance for me. Mommy, dance for me. Oh, dance for me. Mommy, dance for me. Mommy, dance for me.
Mami, dance for me. Oh, wine for me. Mami, wine for me. Mami, wine for me. Mami, wine for me. Oh, wine for me. Mami, wine for me. Mami, wine for me. Mami, wine for me. Megan, zeg hallo tegen de camera. What up? Goed. Dus wanneer gaan we dat editen eigenlijk? Zaterdagavond. Zaterdag werk ik in G-Star, Gent. Dus als jullie mij willen, elke zaterdag, dus als jullie mij willen komen bezoeken, dan zijn meer dan welkom. En dan ben ik klaar om 6:30. En dan is het een uurtje rijden naar huis. Ja, dan ben ik rond 7:30 thuis of zo. En dan kunnen we beginnen editen. Maar beter dat jullie al beginnen. Ja, we gaan eerst beginnen en dan... Ja, dan kom ik er later bij en dan zeg ik wel wat ik goed en wat ik misschien slecht of goed vind. Ja. En met behulp van Amalia. Amalia is mijn Chinese friend. Grapjes, is Indonesiër. Oké, en dan zondag heb ik stage. Krikri! Krikri! Ik zeg dat ik kom en Krikri ga zien. Hij is een beetje verlegen. Oké, we zijn er bijna na al die jaren. We gaan nu de lift nemen. Is haar moeder thuis of haar vader? Nee, haar vader komt om 7:00. Oké. Barababa, pa, pas hem op, papa. Daar is Joshua. Hallo. En ik een... Hallo. Hel, hallo. Hallo. Hel, hallo. Goed je be, goeie sfeer op aan je keme. Birim, ho. Laat je be, goeie kulu kusu kusu salam ala boye. Goeie haki lili nifi. Goeie haki lili nifi. Goeie haki lili nifi. Goeie goede de banana. Ja, niet thuis. Die, ik moest wakker kakken daarnet. En ik heb eten in de wc. Wat ben je dan? Ik was aan het kakken en ik was zo aan het eten. De wc? Ja, dat was wel lekker. Echt vies om dat was echt een goed echtje. Ik ga maar anders met je. Waar kom je niet? Brussel? Ja, Brussel man. Weet je, whatever. Het was echt leuk. Maar, weet je wat ze hebben gedaan in de dingen? In de bus, zo'n Turk heeft gegrapt. Turk heeft gepoept en je mocht niet poepen daar.
En alles zat vast. Dat was van de vorige keer ook nu. Ja. Alles zat vast en ik was wakker geworden aan het slapen. Ja, ik was aan het slapen en ik was wakker geworden door de vieze stank. Ik was gewoon aan het overgeven. En even, ik gaf in je zak alles. Waarom heb je tegen kat? Ja. Waarom poep jij? Waarom heb je daarnet gepoept? Als het moet, dan moet het. Snap je? Maar dat was precies dezelfde reden. Het was echt wel schut, dat is echt. Want hij deed de deur open en iedereen, wow. Dat was de chauffeur als op het ding. Dat was de chauffeur had geroepen van, ja, degene die zijn boodschap nu aan het doen is, je hebt 20 minuten voordat we in Gent zijn, dat alles opgelost is. En? Ik zweer het. Die in de shoppings. Gewoon hangen op en fruit. En drinken? Heb je het shit-down? Heb je ijs? Ja, kijk, bij Suzy, haar osso, haar huis, is er amper eten. Kan je het uitleggen, Suzy? Zie, kijk, luister, het leven is gewoon zo. Ik heb geen uitleg voor. Ah, dus vandaag is dat modus, een sneakersmodus. Ja, man, doe okay, sneakers. Dus, ja, ik dacht, ja, allez, dan ga ik het terug aan doen, ik ga me scheiden. Ja, dat is toch gewoon mijn gezicht. Ah ja, en... Oh nee, ik heb geen naam. Oké, vertel dan. Ja, maar ik denk gewoon dat een... Volgens mij is er fase of zo. Nee, maar ik denk... Wees er hey, dat is van jullie, ja. Ik heb het gegeten en ik heb het met jullie samen gegeten. Wat is het, Wat een fase? Wat fase? Volgens mij... Mensen willen gewoon flexen. Ja, man. En dat is het enige wat ik nu even kan eten met Suzy in huis. Normaal dacht ik van ja, gaan we mango's en zo. Wat je die pas van pas om een reclame te maken dat je mensen een keer op broek bent. Oké. Kom ze naar hier? Nee, we zijn gewoon tegengekomen. We zijn gewoon tegengekomen en hij zei dat hij zou komen. Ah, zo schattig. Eens kijken. Wil je wel zoeken? Nu? Ja. Kan dat niet mogen? Maar ik heb dat vanavond terug. Maar ik heb niet echt een doekoe, hè? Ik heb echt geen doekoe. 100. Die moet zo hard komen zijn. Die maakt zeg maar je rond. Maar ik heb echt een laatste. Nu zijn we op weg naar de bioscoop. En deze twee gekkers zijn weer dom bezig. Ja, we moeten daar. Ga een beetje rustig. Suzy, dat is onze zwarte zus. Maar wat zeg je? Wow. Zeg niet zwarte zus, dat is gewoon zus. Allee, dat is zo hey. Dat is onze zus. Oké, dat is onze zus. Jesus. Met haar hebben we heel veel beleefd. En we zullen nog meer beleven. Oh, moest je dit? Ik heb het echt heel erg koud. Hey, schrikken. En we nu zoeken vervoer naar Biscop gaan, want het is echt veel te ver. Ik heb echt koud. Nee, je moet niet. Groen hier om de hoek en ik heb echt koud. Alsjeblieft. Zeg hallo. Oh my god. Ja, we gaan nu instappen. Eindelijk vervoer. Oké, sommigen naar achter. Moet ik van voor of jij? Ja, dat is een door. Oké, Hazza. Hazza, Suzy, succes. Ja, Hazza, Menet. Succes, ik doe de deur dicht. Ja, oh. Ja, we zijn eindelijk aangekomen bij de bioscoop. Ja. Ik weet eigenlijk niet welke film we gaan kijken, maar dan moeten we aan de groep vragen. Suzy, Menel, weet jullie al welke film we gaan kijken? Nee. Het wordt dus even kijken binnen. Eigenlijk ga ik gewoon naar de bioscoop. En dan al wetend wat ik ga kijken. Kijk, altijd gewoon ter plekke. Ja, we worden hier allemaal gefouilleerd. Naar de aanslagen in Brussel. Dus. Jeetje, kun je die handtas openmaken? Ja. Doe met handtas openmaken. Na al die aanslagen en alles wat we hebben meegemaakt. Mooi. Sorry. Thanks. Oké. Hij heeft gewoon gevoeld dat ze iets controleren. Stel je wat ik geweerd bij me had, dan was iedereen geïnteresseerd. Wat zei je? Wat is dit? Dat weet ik niet. Wat is dit? Wat? 50 Shades of Black. Ja, ik wil die kijken. Oh my god, ja, ik wil die ook zien. 50 Shades of Black.
Maar misschien is het wel waar, hè? Kan niet. Oh, wanneer is hij uit? Ik kon daar vast een zeer kijken, maar achter zelf gezien. Ja? Ik ben ziek, dat is het muziek. Best ik dat is in de film. Ik zat in die film, hè? Gigant. Oké, Oh ja, Allergens heb ik gekeken, is echt een leuk film. Wij weten eigenlijk niet welke film we gaan kijken, maar misschien 50 Shades of Black. 50 Shades of Black, toch? Ja, oké. We zijn eindelijk klaar met de film. We gaan nu lekker naar huis. Lekker slapen. Dat was eigenlijk ons dagje van vandaag. Als je het leuk vond, zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dag! Hallo, ik ben Hajar. Ik ben een zusje van Hint en Menner. En vandaag ga ik What's in my bag doen. Aangezien ik gisteren niet zo vaak op de video aanwezig was, heb ik besloten om deze video te maken. In mijn tas heb ik dus, dit is eigenlijk mijn tas, dat is van Zara. Wat ik eigenlijk daar allemaal in heb, ga ik nu laten zien. Als eerst heb ik deze make-up tasje van de H&M. Hier zit er allemaal make-up in. Omdat ik nooit tijd heb om mijn make-up 's morgens te doen, doe ik dat lekker gewoon in de trein. Lekker scheid. Dan, mijn verzorgingsspullen in. Belletjes, maandverband en al die dingen. Dan mijn brildoosje. Water. Een oplaad. Een draagbare oplader. Ja, dat. Een draagbare oplader. Mijn agenda. Dan een pennenzak. Deze heb ik van de Hema, dacht ik. Er zitten spelletjes in. Dan heb ik een rekenmachine. Oh, hier is mijn schoen. Dan mijn portemonnee. Ik hou wel van grote portemonnee, want daar kan ik veel kwijt in. Er zijn allemaal dingen erin. Dus ja. En een bioscoopkaartje van gisteren. Buskaart. En dan mijn telefoon zelf, iPhone 6 Plus. Dan deze parfum van Marc Jacobs. Dan belangrijk, deze crème, niet handcrème, weet je als je... Alcohol. Nee. zo die handgel, ja handgel. En dan een spiegeltje. Okay. En dat was het. Dankjewel om te kijken. B-square. Hey.